We hebben een ongelooflijke plastic soep in 3 oceanen teweeggebracht. Op 5 plekken in 3 oceanen drijft een plastic massa. En zo speecht Jan Terlouw door over de gevolgen van klimaatverandering. En we hebben oerwouden gekapt. We hebben landbouwgronden verschraald. Er gaat iets verkeerd met de wereld als we niet uitkijken. En ik ben een oude man, voor mij zal de tijd wel duren. Maar voor kinderen, dat is hun toekomst. Jan Terlouw is kinderboekenschrijver. Zijn boeken zoals Oorlogswinter en Koning van Katoren zijn wereldberoemd. Na schrijven houdt Jan Terlouw zich ook bezig met de natuur en het klimaat. En daar maakt hij zich dus grote zorgen over. De mensen zijn nu zo overal aanwezig en doen het op zo'n grote schaal dat de hele aarde het gaat merken. En de temperatuur op de hele aarde omhoog gaat. Dus kinderen zullen dan meemaken dat de zeespiegel te hoog wordt, dat er te veel woestijnen komen, dat er te veel overstromingen komen. En die hebben daar dan last van. Op basisschool De Hietweide in Twello zijn de kinderen onder de indruk van de speech. Zouden we dan werkelijk niet uit die overvloed van zonne-energie een beetje elektriciteit kunnen maken? Ik heb er zelf niet zo over nagedacht, maar als je dat hoort, denk je wel van, hij heeft eigenlijk wel gelijk. Ja, niemand zou eigenlijk zijn kinderen een aarde willen geven die gewoon helemaal kapot is. En dan denk ik zelf, daar moeten wij als kind ook iets voor zorgen om tegen de ouderen te zeggen, jullie moeten het nu dat doen, want later moeten wij het ook doen. Want ook de kinderen maken zich zorgen over het klimaat. Omdat milieu gewoon heel belangrijk is, niet alleen voor de mens, maar ook voor de dieren. Wij zijn te gast op de aarde, wij hebben de aarde gekregen. En dan is het heel slecht dat wij het dan helemaal verpesten. Ten eerste de groei van de... Jan Terlouw hoopt dat politici betere afspraken gaan maken over het milieu. En, zegt hij, een beter klimaat begint bij jezelf. Ook kinderen kunnen iets doen. Minder erop aandringen dat er vlees op tafel komt. Ik zeg niet dat het helemaal niet moet, maar het kan minder. En ze kunnen tegen hun ouders en tegen iedereen zeggen, willen jullie alsjeblieft denken aan onze toekomst?